Ja. Denk je als ze daar een bak mogen? Dan kan je nog wel een weer zien. Ja. Ik zie allemaal stress in jouw gezicht. Nou ja, dat is kou. Dat is kou? Ja. En hoe was dat de eerste keer? Nat. Nat? Ja. En niet spannend? Oh, niet spannend. Nee, maar. Ik weet niet. Dus, als je op deze fiets gaat fietsen, dan weet je van tevoren dat het niks gaat worden. Oké. Okay. En dit is de eerste keer voor jou? Ja. En, wat vind je van dat? Oh, wel leuk. Ja? Alleen de pauze doet nog een beetje lang, omdat je koud wordt. Ai, de volgende keer misschien hebben we daar ook een applausje voor. Ja, wie weet. Bij thanks. Ik wens je straks veel succes. Kom goed, dankjewel. Ronnie van Gogh. Ja. Ja. Drie, twee, één, start maar. Wat ga je ervan maken? 6 seconden, hè? Dus en de bel. Ja. Oké. Ja, of 6 seconden in het water, dat kan ook. En wat was de vorige ronde? In het water. In het water. Ja. Alleen, jij hebt al mijn probleem niet. Want je fiets ben je vergeten. Nou, ik heb geen fiets mee, maar dat lijkt me wel een goeie, die zwarte fiets. Die, ja. Met die stang in het midden. Stabiele fiets. Dat moet hem worden. Prima. Hey, succes. Dankjewel. Drie, twee, één en start maar! Goeiedag. Maken jullie eens vragen wat jullie hiervan vinden? Wat hier georganiseerd wordt? Ja, geweldig. Geweldig, hè? Ja. Moet dit ook vaker in Veendam komen? Of, Ja, dat dacht ik wel. En jullie zijn zelf ook Veendammers? Nee, we komen uit Sappemeer. Maar... Oh, Sappemeer. Ja, maar ik las het in de krant dat dit georganiseerd werd. Daar gaan we hem heen. Want ik vind het geweldig. Ja, vind ik ook. Ja. Oh. En het is wel succes ook. En sowieso, hè, dat weer is veel beter dan gisteren. Je dat gisteren getroffen had, dat is veel minder geweest natuurlijk. Nee, maar dit is prima voor zo. Succes. En zulke dingen hebben ze niet in Hoge Zand? Of... Nee, dat... Nou, niet eerder. Misschien nee. Een Gordegpark. Nou, misschien een Gordegpark, maar dat weet nou, ik zo niet. Nee, ik heb het nog nooit meegemaakt in ieder geval. Maar u vindt dit geweldig hier zo? Het is geweldig. Het is sowieso een heel mooi spul hier. Hè. Kom hier sowieso wel vaker hoor. Maar nou, dit is de eerste keer dat we dit meemaken. Maar ik vind dit wel heel goed. Wie van jullie wou het straks ook een keer proberen? Zijn er vrijwilligers? Ik zie jou met een big smell net onder de paraplu. Ja. Volgens mij geniet jij. Ja, natuurlijk geniet ik. Wat vind je van deze evenement? Hartstikke leuk. En moet dit vaker komen, Joos? Ja, ja hoor, prima. Ja? Ik vind het goed. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Nee. Ik kom uit Westerwijdwet. Waar ligt dat? Gemeente Loppersum, vlakbij Middelstum. Wij zijn even op de trijk hier. Ah. Wij hebben zo'n trijk, die staat daar. Die staat achter in de bosjes, ja. Ja, die staat achter in de bosjes. En hoe kom je op het idee om hier te komen kijken? Nou, familie, hè. Die doet mee. Net op die roze fiets, die tandem, ja. Die twee heren. Ja. Dat is familie van ons. Prima. Dus daarom kwamen we even hun even support, hè. Ja.
Ja. Oh, geweldig. Ja. Maar ik denk wel dat hij de bel gaat halen. Ja, 16 seconden maar. Wel de bel gaat halen. Erik. Ja. De eerste keer hier zo. Ja, er zit wel snelheid in. Volgaas over de plaats. Er zit wel snelheid in. En wat er vandaag is gebeurd, volgens mij is dat dit had je niet verwacht. In de stoutste dromen hebben we dit niet gewacht. Nee, dit is, wij zijn overdonderd door dit succes en door de hoeveelheid bezoekers. En voor mij heeft men het erg leuk gevonden. En wij hebben het in ieder geval met heel veel plezier al gedaan. Dat kan ik nu al wel vertellen. Nou, je weet, ik bezoek heel veel activiteiten. Ja. Voor mij is het een groot succes. Voor mij heb je de formule gevonden. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. We doen het met elkaar, hè. Dus er zijn al de ondernemers bij elkaar. En ik denk inderdaad dat dit wel een heel leuk iets is om op een zondagmiddag te doen. En gezin, dus jonge kinderen ook bij. Iedereen, voor jong en oud is het leuk. En nou, je merkt gewoon dat mensen enthousiast zijn, dus dat is leuk. Dus jullie hebben er zin in om door te gaan. Ja, nou, ik mag uiteraard niet voor mijn beurt praten, maar we gaan zeker volgend jaar weer organiseren. Nou, ik vond het geweldig om hier te zijn. Dankjewel. En we hebben met heel veel mensen gesproken. Ja? Oh, daar ben ik wel benieuwd naar, inderdaad. Heb ik net gezegd. Ver buiten Veendam zijn ze hierheen gekomen. Jawel, hè? Ja. En alleen maar de kracht van Facebook. En dat vind ik zo bijzonder dat dat kan. Dat de kracht van Facebook zo ver rijdt. Want we hebben verder nergens reclame voor gemaakt. Nou, en we hebben dan 28 oktober dan die spokentocht. En ook dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. En dat overtreft nu al de aanmeldingen, ook al onze verwachtingen. En het is pas nog zes weken. Dus ja, erg leuk. Erg super. Dus we kunnen haast wel zeggen dat het nou eindelijk gelukt is om leven in Borgerswold te krijgen, of niet? Het is zeker gelukt om leven in Borgerswold te krijgen, ja. Nou, ik wens je veel succes in de toekomst. Dankjewel, gaat goed komen. Dankjewel.